Hallo, hallo, hallo allemaal. Welkom bij deze livestream vanuit... Oh, mijn enkel. Stop. Nee, grapje. Er is nog niks aan de hand. Welkom vanuit deze livestream vanuit het Karel de Grote College. Hier achter mij, het schitterende gebouw. Maar daar is ook een gebouw van het Karel de Grote College. Want ik ga je daarin rondleiden vandaag. Mijn naam is Teun Peters. Ik ben een oud-leerling hier van het Karel de Grote College. Dat is wel geinig, want het is echt, hartstikke mooie school. Mooie herinneringen aan. En het mooie is, ik ben hier nog helemaal niet klaar. Want vandaag neem ik jullie namelijk mee... Tijdens deze livestream gaan we wat lokalen bezoeken om kennis te maken met wat vakken die hier gegeven worden op het Karel de Grote College. Nou, per blok van een half uur wat ik presenteer gaan we drie lokalen in, drie vakken dus bekijken. En er zijn verschillende tijdvakken. Om 11:30 komen we weer terug en om 13:00 komen we weer terug. En dan gaan we weer drie andere vakken bekijken. Kortom, genoeg te doen hier. Als jij een vraag hebt tijdens deze livestream of je denkt van hé, dat snap ik niet helemaal... Stel je vraag, dan komt hier nu een nummer in beeld. En dat is een nummer waar je naartoe kunt whatsappen. En die whatsappjes die komen binnen hier achter de schermen. Is mevrouw Verheijen. Die loopt mee met ons en die zal ons wat informatie doorspelen van wat er binnenkomt op WhatsApp. Supermooi dus. Nou, hier achter mij is dus het hoofdgebouw, maar daar gaan wij niet heen. Wij gaan eerst naar een ander gebouw toe, wat eigenlijk ook gewoon bij het Karel de Grote College hoort natuurlijk. En daar is namelijk biologie gaande. En biologie, ja, daar gaan we natuurlijk nu kennis mee maken met wat het dan precies is. En wie ben ik om dat te vertellen? Ik ga dat natuurlijk vragen aan de dienstdoende docent. En dat is meneer Berndsen. Dus we gaan daar nu naartoe. Trouwens, na dit blokje, dit duurt een half uurtje dat we de lokalen gaan bezoeken, is er een gedeelte voor de volwassenen. En daar wordt informatie gegeven over de school. En er is ook een live Q&A. Dus je vragen die jullie ouders of verzorgers hebben, kunnen daar gesteld worden. Ondertussen glip ik hier naar binnen... Info KNA, wij willen biologie. Waar is biologie? Klop. Moeten we hier zijn? Ja, hier is biologie. Kom binnen. Cameraman, kom binnen. Als het goed is meneer Berndsen hier. Meneer Berndsen, hallo. Teun. Zo, meneer Berndsen, hoe is het? Goedemorgen, ja, hartstikke goed. Ja, mooi, je bent al druk bezig. Mensen binnen te zien, ja. Ja, inderdaad. Nou, er wordt hier druk van alles bekeken. Wat zien we hier? Ja, echt van alles. We hebben natuurlijk alles uitgestald wat we in de lessen gebruiken. Dingen die met planten te maken hebben. Daarachter staan wat schedels van dieren onder andere. Microscoop natuurlijk, die we in de les veel gebruiken. Oké, want jij bent dus docent biologie. Ja. Wat is nou eigenlijk het vak biologie? Wat houdt het nou eigenlijk in? Ja, biologie is natuurlijk alles wat je om je heen ziet in de natuur. Neem je eigen lichaam natuurlijk. Hoe complex en fantastisch dat in elkaar zit en wat het allemaal kan. Ik zie nu bij de Olympische Spelen tot wat voor dingen het allemaal in staat is. Ja. En dan is het super gaaf om helemaal te onderzoeken hoe dat in elkaar zit en hoe het werkt. Nou, interessant. Kun je ons eens meenemen naar iets wat we hier kunnen zien? Ik zie daar microscopen bijvoorbeeld. Ja, even kijken. We hebben verschillende microscopen om heel ver te kunnen inzoomen en ietsjes minder. Misschien is dit wel leuk. Hier heb ik even de computer op aangesloten. Dus hier kun je kijken wat daar nu onder die microscoop ligt. Heb jij een idee wat dit zou kunnen zijn? Ik heb het idee dat ik hier iets van een oog zie of zo. Ja, kijk, ik kan natuurlijk naar spieken wat eronder ligt, dus ja, een beetje vals spelen. Ja, je ziet het goed. Ja, een facetoog van een hommel in dit geval. Ja. Kijk, interessant. En de microscoop, is dat een Nederlandse uitvinding, toch of niet? Klopt, ja. Heel goed. Wat weet ik dat te goed. Ja. Ik heb me totaal niet voorbereid, dus dat is spontaan. Van Leeuwenhoek, een Nederlander inderdaad, die voor het eerst een microscoopje heeft gebouwd. Daar hebben we eigenlijk een namaak-exemplaar van, maar dit was hem. Maar dit is toch geen microscoop? Dit is een microscooptuin. Hoe werkt dit? Het is een koperen plaatje met een heel klein piepklein lensje hierin. Dat is gewoon een gat, toch? Er zit een heel klein glasbolletje in, die van Leeuwenhoek dus zelf helemaal geslepen heeft. En ook een klein prikketje waar hij dan objecten, bijvoorbeeld hele kleine stukjes van een dier, kon opprikken. En dat hield hij dan zo tegen het licht in. En kon hij eigenlijk, hij is de eerste die... heeft beschreven dat wij en dieren en planten uit cellen bestaan. En dat heeft hij met zo'n microscoopje gezien. Als ik dit zie, dan zou ik niet zeggen, nou, dit is een microscoop. Dan zou ik zeggen, hoort dit bij het oud ijzer? Maar dat is natuurlijk een grote belediging. Dat is zeker een grote belediging, ja. Dus ik neem bij deze woorden terug. Ik ben nu, ik neem daarin mijn woorden terug. Want ik ben super gefascineerd dat er zelfs een glas in zit. Dat zou je niet zeggen. Kijk, dat zijn microscopen in mijn optiek. Ja. Maar daar begon het dus. Daar is het allemaal mee begonnen. Ja, maar ik zie hier achter mij schedels. Ja, schedels. En dit zijn echte schedels? Dit zijn echte schedels. En van een heleboel verschillende organismen. En het is leuk om aan de hand hiervan een beetje uit te kunnen leggen dat
hoe zo'n schedel is opgebouwd, hoe die eruit ziet, dat het heel erg te maken heeft met wat die schedel voor zo'n dier moet doen. Hè, dus dat zo'n schedel, wat zou dit voor dier kunnen zijn? Heb jij een idee? Even kijken, als ik mijn eigen hoofd ernaast hou, is het dan een soort vergelijkbaar? Nou, iets grotere kaak volgens mij wel. Het lijkt een beetje... Als je er zo met je hand overheen gaat, dat het herkenbaar is? Ja, volgens mij is dit een paard, kan dat? Ja, dit is een paard, zeker weten. Ja. En wat eet een paard, Teun? Gras. Zeker. Is het een herbivore dan? Is een herbivore, ja, dit is een planteneter. Kan ik ook lesgeven? Als we die schedel even openmaken, dan zien we dat het gebit helemaal is aangepast aan... het eten van planten. Hè? En dat is niet iets wat tijdens het leven van een paard gebeurt. Zo wordt een paard eigenlijk al geboren. Dus dat wordt is een paard geboren, precies. En dat paard dat eet niet zoals wij, eet die gekookte groenten, maar echt rauwe groenten. Wat super moeilijk is om dat te vermalen. Vandaar dat het allemaal van die ribbels op zijn kiezen zitten. Ik was gisteren nog een zoete aardappel aan het snijden. Nou, dat is niet doorheen te komen, joh. En dan maar... heb jij waarschijnlijk... Oh, toen je hem nog moest koken. Ja, ik moest hem nog koken. Dat is niet te doen. En dat was met een aardappelmesje. Nou ja, het slaat helemaal nergens op. Ik moest een bijl hebben. Ja, precies. Nou ja, ons gebit is daar helemaal niet geschikt voor. Maar dat van een paard wel. En die dan? Kijk daar eens even naar. Zo. Heb je een hint voor me dat ik kan aaien of zo? Of moet ik dit niet aaien, dit dier? Jawel, dit zou je ook kunnen aaien. Zeker, ja. Is het een hondje? Hondje? Hond? Ja, het is een aardige grote hond. Oh, dat ziet er heel subtiel uit, zo'n schedeltje. Maar dat is dus, als de huid eromheen zit, is het een grote hond. Precies, ja. En dan zien we dat het gebit heel anders is gebouwd, hè? Ja. Snijtanden. Precies. Dus geen groentes, maar andere... Andere dingen. ja, deze scherpe hoektanden is natuurlijk om een prooi goed vast te kunnen bijten. Maar een huis-, tuin- en keukenhond, zeg maar, die krijgt gewoon brokjes. Hebben die niet een bepaalde evolutie dat die tandjes op een gegeven moment weer verdwijnen? Zeker. Ik bedoel, die huis-, tuin- en keukenhondjes die zien er ook al lang niet meer uit zoals de wolf waar ze eigenlijk van afstammen. Dus dan zie je al wat... Hoe dat houden van die honden en dat fokken daarmee, wat dat allemaal kan doen. Dat is anders. Dan nog een laatste vraag. Wat maakt biologie nou zo'n fantastisch vak? Ja, daar kan ik alles over zeggen. Ja, maar je moet kort zijn. Je moet kort zijn. Nou, hoe meer je erover leert, dat je doorkrijgt hoe alles met elkaar samenhangt. Dus dat bijvoorbeeld de lucht die jij inademt, dat die van een plant afkomstig is. Of de kalk die in jouw botten zit... dat hij eerst misschien in de steen heeft gezeten en lang daarvoor in een zeediertje in de oceaan heeft gezeten. En ja, dan, als je dat realiseert, wordt het alleen maar leuker om bijvoorbeeld ook het bos in te gaan en van de natuur te genieten. Ja. We kijken naar de details ook van het leven in plaats van alleen maar op je smartphone. Precies. Nou, wat zijn we toch weer belerend. Ja. Wat ook leuk is dat we jullie nu een filmpje laten zien... waarin we laten zien hoe je een tas inpakt voor de vrije school. Want ja, daar zitten dingen in. Die heb je waarschijnlijk nog nooit gezien in een reguliere schooltas. Daar gaan we nu naar kijken, dus veel kijkplezier. Een tas inpakken kan iedereen wel. Maar een tas inpakken voor een dag op de vrije school is anders. Je komt namelijk spullen tegen die je misschien nooit eerder hebt gezien in een schooltas. In deze video leggen we je uit wat voor spullen dit zijn... en waar je deze spullen voor nodig hebt. Dit is het schrift voor het periodeonderwijs. Bij periodeonderwijs ga je je een aantal weken lang elke eerste 2 uur van de dag verdiepen in 1 vak. De creatieve verwerking van deze lessen komt terecht in dit schrift. Alles op 1 plek. Superhandig. Dit is je etui. Daarin zit meer dan alleen een pen, potlood, lijm en gummetje. Namelijk ook kleurpotloden en een vulpen. Op het Karel de Grote College wordt veel creatief gewerkt. Onder andere dus in het periodeschrift wat ik net noemde. Om je creativiteit extra mooi tot uiting te laten komen, helpt het natuurlijk als je je tekeningen kunt opfleuren met prachtige kleuren. En een vulpen. Tja, zeg nou eerlijk, tekst geschreven met vulpen ziet er stiekem toch wel mooier uit. Dan deze schoentjes. Doen ze dan ook aan ballet op het Karel de Grote College? Nee. Deze schoentjes heten eurythmietjes. En je raadt het al, deze trek je aan bij eurythmie. Eurythmie is een danskunst waar je onder andere gaat bewegen op muziek. En dan hebben we hier nog een etui. Ja, dit zou je een etui kunnen noemen, maar hierin zit iets anders dan je verwacht. Hierin zitten namelijk je spullen voor textielles. Denk aan naalden, draden, krijtjes om af te tekenen en nog veel meer.
Op het Karel de Groot College ga je namelijk aan de slag met textiel om zo je eigen creaties te maken. Wow, dat ziet er tof uit! Uiteraard heb je ook je boeken voor de vaklessen. Heel belangrijk. Zo, nu ben je helemaal klaar voor een dag op de vrijschool. Oh ja, wel handig om te zeggen. Pak je lunch als laatste in. Ja. Ja, heel belangrijk. Hey, dat is snel gedaan. Zo, ik sta hier nou in een houding mezelf paraat te houden, want we zijn hier aangekomen bij tekenen, bij mevrouw van Zandvoort. Hallo. Dat klopt, hè? Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Oh ja, nou, ik ben mevrouw van Zandvoort inderdaad en ik geef hier tekenen op school, onder andere. Oké, okay, en teken. Ik zie hier al van alles ontstaan. Kijk, dit is een silhouet van mij. Ik kwam hier binnengerend en meteen werd er getekend. De cameraman die heeft ook even paraat gestaan. Die is ook alvast getekend. Zo snel gaat het dus. Ja, zodra je hier binnenkomt, dan wordt er getekend. Dat gaat meteen, vanzelf. Ja. Maar tekenen, wat leer je nou met tekenen? Want een antwoord als tekenen, ja, dat is zo breed natuurlijk. Tekenen kan in verschillende vormen. Hoe gaat dat? Ja, wat leer je bij tekenen? Ja, van alles natuurlijk. Als je hier kijkt bijvoorbeeld, staan hier allemaal verschillende materialen. Dus dat leer je bijvoorbeeld met materialen te werken die je misschien normaal gesproken niet meteen zou gebruiken. Zoals pastelkrijt bijvoorbeeld, aquarelverf. En daar leer je dan op allerlei manieren mee te werken. Maar je leert ook bepaalde technieken, zoals hier. Zie je wat op tafel liggen. Dat is dan linosneden. Wat is dat dan precies, linosneden? Ik zie dat het is niet echt een tekening, maar meer iets wat een soort van uitgesneden is. Ja, dat klopt. Ja. Dat is een grafische techniek. En dat doe je met een gutsje. Dan guts je vormen uit en dan kan je daar afdrukken van maken. Het is een soort stempel? Een soort stempel, ja. Ah. En het leuke is dat jullie, of tenminste de kinderen die hier zijn vandaag, die krijgen zo'n boekje mee met een stempel erop. Die liggen daar? Die liggen daar. En dan gaan we even meteen kijken. Nou ja, oké, tuurlijk. Ja, zeker. Want ja, ik kan dat gewoon niet laten. Ja. Als hier mensen zijn, dan moet er gewoon getekend worden. Zeker. En als jullie trouwens nog vragen hebben, hè, op WhatsApp, je kunt ze insturen. Als je een vraag hebt hier over tekenen. Oh ja, kijk die kant. Want we willen heel graag jouw profiel hebben. Oh. Ja, oké. Heb ik een moeilijk profiel? Een moeilijk profiel? Ja. Voor in de tekenles? Of bedoel je echt je hoofd? Ja, dat mag je vrij interpreteren. Nou, ik denk dat jij een heel creatief iemand bent. Dus qua profiel voor een creatief vak ben jij natuurlijk een ideale. Maar jouw profiel is prachtig. Je hebt een heel mooi baardje. Nou, dankjewel. Maar als je nou niet zo'n aanleg hebt voor tekenen, word je dan toch wel beoordeeld op of je mooi of niet mooi kunt tekenen? Dat is natuurlijk een subjectief iets. Ja, nee, ondertussen wordt er meegeluisterd met ons, terwijl de cameraman die moet zeker gewoon even kijken wat er allemaal te doen is. Oh, ja, maar als ik nou niet goed kan tekenen, heb ik dan een probleem? Nee, daar heb je echt geen probleem. Ik ben ook blij dat je die vraag nog even stelt. Want kijk, tekenen is, ja, dat hoef je niet per se te kunnen. Het is natuurlijk leuk als je het kunt. Er zijn ook veel kinderen die hier op school komen, die vinden tekenen leuk. Omdat ze het ook goed kunnen. Maar dat is absoluut geen voorwaarde. We hebben een vraag ook trouwens binnengekregen van een kijker. Mag je zelf beslissen wat je tekent of wordt dat bepaald? Dat is ook een leuke vraag. De opdrachten zijn eigenlijk altijd zo opgebouwd dat je een opdracht krijgt waar een bepaalde techniek geleerd wordt. En binnen die techniek krijg je dan heel veel vrijheid. Dus okay. Je gaat bijvoorbeeld een doorkijkje tekenen, dat je door een raam naar buiten kijkt. En dan leer je diepte te tekenen, hè, dat het vooraan groot is en verderaf klein. Maar dan mogen ze zelf helemaal de inrichting van die ruimte tekenen en hun eigen slaapkamer ontwerpen. Dus je krijgt eigenlijk meer een soort van geraamte aangereikt, maar dan mag je zelf invullen hoe je dat doet. Ja, zo zou je het kunnen stellen. Oké, en hoe is de sfeer nou met zo'n tekenles? Is dan iedereen opgezicht naar het papier en gaan? Of hoe gaat dat in zo'n les? Ja, nou, dat is inderdaad, bij tekenen is het zo dat het een creatief vak is natuurlijk. En bij creativiteit heb je ook een beetje bewegelijkheid nodig. En stimuleren wij de leerlingen om dat ook te doen. Niet door het lokaal heen te rennen natuurlijk, maar wel een beetje te kletsen met elkaar. En elkaar helpen ideeën op te doen en... Dus de gezelligheid is wel een belangrijk speerpunt, ja. Want als je je vrij voelt en je bent blij, dan is het ook makkelijker om je te uiten. Ja,
Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, als je met je hoofd niet helemaal die openheid hebt, dat weet ik zelf ook als creatieveling, nou, dan komt er weinig uit. Maar de gekste inspiratie komt bij mij eigenlijk altijd in de douche. Maar in de douche kun je niet tekenen. Ja, als je een glazen wand hebt in je douche en die beslaat en jij staat misschien heel lang onder de douche, kan je daar ook mooi tekenen. Overal zeker, tekenen. Je kunt dus overal tekenen. Je kan het in het zand tekenen, je hoeft niet per se op papier te tekenen. Overal kun je tekenen. Tekenen is dus eigenlijk overal. En wat ook overal is, nou ja, dat is een heel slecht bruggetje, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, we gaan nu namelijk naar een filmpje kijken hoe je namelijk van station hier op school komt. Weet je dat? Hoe van station hier komt? Ja, gewoon rechtdoor lopen. Rechtdoor lopen. Ik ben benieuwd of ze dat in de video ook doen, rechtdoor lopen. En daar gaan we nu naar kijken. Zullen we gaan? We komen te laat. Sorry. Kunnen de leerlingen van het Karel de Grote College zo snel mogelijk naar de school beginnen? Dat bedoel ik. Kom. Oh, oké, sorry. Maar hebben we de rugzak? Check. Lunch? Check. Goede zin? Nu nog wel, maar als we nu niet gaan, dan komen we te laat. Oké, let's go. Deze kant. Oh, shit. Zonder mij. Oké. Huh? Maar zo gaat het niet in films. Ja, nog 10 seconden en dan begint de les. Goedemorgen. Goedemorgen, Vee. Ja, het is tijd. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen, Ipe. Goed, vandaag gaan we het hebben over de livestream van de open dag. Daar wou ik nu mee beginnen. Terug naar de studio. Zijn we live? Kijk, welkom in Nederland. Maar dan de vlag gedraaid, dan zijn we natuurlijk in Frankrijk. Bonjour, dat is het Frans woord, hè? Hallo, bonjour. Ik ben hier bij Frans Docent. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Jazeker, ik ben Laurence Seinsen en ik geef Frans aan de 7e en 8e klas. Oké, Frans. En dan ben ik benieuwd, hè, jullie kijkers. Kennen jullie al een paar woordjes Frans? Stuur ze even in op WhatsApp, want dan kan ik even kijken of ik ze wel goed uit kan spreken. Want ik moet eerlijk zeggen, het was niet mijn sterkste vak, Frans. Niet. Wat is dat nou, een moeilijke taal? Ja, nou dat ligt er een beetje aan of je een gevoel hebt voor taal, ja of nee. Maar ik moet zeggen, we pakken het stapje voor stapje pakken we het aan. Dus we beginnen bij nul en zo gaan we steeds verder. En dat stapje voor stapje aanpakken, is dat dan echt woorden stampen, grammatica erin en zinnen? Of hoe ziet het vak Frans eruit op de middelbare school? Het is een beetje van alles. Maar ik denk dat als je in mijn lessen kijkt, dan doen we eigenlijk ook een beetje van alles. We leren praten, hoe stel je jezelf voor.
En er komt ook een stukje cultuur bij kijken. Dus komen af en toe wat presentaties voorbij. Napoleon natuurlijk, mogen we niet vergeten. Dus we maken ook allemaal projectjes. Dus jullie, ja, de kinderen die verdiepen zich er ook wel echt in. Ja, want ik zie hier ook van alles hangen. Kijk, die vlag is natuurlijk, dat snappen we. Maar ik zie hier creatieve verwerkingen van iets. Waar kijken we naar? Nou, dit zijn projecten van de zevende klas. En het gaat over wat de Franse figuren, tenminste bekende figuren, hebben betekend voor de Franse geschiedenis. Mm-hmm. Maar ook de wetenschap. En hebben we daar ook een aantal posters hangen die dan gaan over de luchtballon. Dan gaan we daar eens even naartoe. De luchtballon. Waar is de... Deze twee broers. Hoezo de luchtballon? De luchtballon. Ja, nou ja, goed. Hè? Dat eens in zoveel tijd is een hele sensatie met luchtballons. Maar wie heeft dat nou bedacht? Nou, deze twee broers die hebben daar een stapje mee gemaakt, als het ware. Want dat is iets typisch Frans. Een luchtballon? Nou, niet typisch Frans, de luchtballon zelf, maar deze twee heren hebben het wel bedacht. Wat is een luchtballon? Een ballon de air? L'air. Een ballon... Ballon de l'air. Zo, ballon de l'air. Oké, ja. Okay. Nee, ik heb ook nog braille bijvoorbeeld. Dat vergeten we eigenlijk een beetje, maar we hebben natuurlijk voor de slechtzienden hebben we een heel alfabet. En hebben ze een aantal meiden, die hebben hier het alfabet hebben ze gemaakt. Ja, het is ook natuurlijk het woord braille. Nu ik het hoor, denk ik, oh ja, inderdaad, braille. Dat is natuurlijk een Frans woord ook. Het wordt een beetje vergeten dat het eigenlijk een achternaam is van een heel bekend persoon. En dat het wordt gezien als een woord. Maar het is eigenlijk natuurlijk van Louis Braille. Dus het komt gewoon van een persoon af. Oh, ik heb hier een paar woorden gekregen of ik die uit kan spreken. Ja, toilet. Natuurlijk, toilet. Het is iets niet moeilijk. Ja. Deze heb je een 10. Hey. Ja. 10 voor toilet. Derrière. Derrière, ja. Wat, derrière. Ja. Dus ik zei het al fout eigenlijk. Ik zei derrière. Ja, het ligt er een beetje aan in welke regio je zit. Of de E wordt uitgesproken, ja of niet. Okay. Ja, ik zit in een regio waar de E wordt uitgesproken. Logisch. Ik ken die accenten natuurlijk allemaal. Kun je tot 10 tellen? Is het ook, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Senk, mag je wel? Ja. Si. Six. Se. Set. Set. Wiet. Of is het niet zonder thee dan? Wiet. Nee, is goed. Wiet. Neuf. Dies. Très bien, bravo. Excellent. Hey, hoppa. 10 punten hier voor mij. Yes, ik kan het nog. Oké, mooi. Oh, jeetje, je krijgt zelfs een applaus. Nou, dat was ons gedeelte hier bij Frans. Bedankt voor het introduceren. Dus, jullie zien het. Het is niet alleen woordjes, zinnen, maar je krijgt nog veel meer over de hele cultuur ook te weten. Dus het is veel breder dan dat. Dus dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik bedoel, merci. Avec plaisir, pas de problème. Oké, let's go. Terug naar de studio. Waar jullie trouwens naar een filmpje gaan kijken over... Welk filmpje was het ook alweer wat er nu komt? Oh ja, wat is er nog meer te doen op het KL De Grote College? Een leuk sfeerfilmpje voor jullie. Komt-ie. Klaar? Bijna, Julia. Alleen nog even de ui toevoegen.
kijken. Hé, hey, allemaal kluisjes hier. Maar hebben ze dan ook hier kluisjes op het Karel de Grote College? Jazeker. En dan kan mevrouw Verheij, die kan er wel wat over vertellen. Want ik zie hier kluisjes. Hoe bemachtig je nou zo'n kluisje? Nou ja, als je hier net op school komt, dan wil je natuurlijk je spulletjes veilig kunnen opbergen. Dus aan het begin van het jaar kun je aangeven of je graag een kluisje wil. Zodat je je jas, je tas en van alles daarin kan opbergen. Oké, okay, en dat is aan jouw kluisje. Jij krijgt. Je bent de enige die daar een sleutel van krijgt? De enige de macht over dat kluisje. Het is echt jouw kluisje. En ik kan het aanraden. Ik had zelf ook een kluisje. En ik heb niet echt het langste lichaam. Dus ja, als je veel spullen hebt, dan is het een verhouding ook een beetje zwaar op een gegeven moment. Dus dat was best wel pittig. Dus nou, super handig dus, zo'n kluisjes. Maar wat ook handig is, is dat we nu doorgaan naar het volgende deel van het programma. En dat is vooral voor jullie ouders verzorgers een interessant stukje. Want daarom wordt heel veel informatie gegeven over ja, wat is nou de vrije school, wat gebeurt er allemaal. En als jij als ouder nog een vraag erover hebt, dat is hartstikke mooi. Want aansluitend is er een Q&A waar jouw vragen ook direct behandeld worden. Dus dit was mijn gedeelte. Blijf vooral plakken, want zometeen zijn we weer terug om 11:30 en om 13:00. En gaan we weer 3 andere vakken helemaal doorspitten en uitlichten. Want je hebt het al gezien. Het is 1 groot feest hier, dus blijf vooral hangen en veel plezier met de Q&A. Ik ga nog even een kluisje openmaken. Dit is mijn kluisje, toch?